Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Zoals jullie net zagen zat ik met een mondkapje op. Ik had controle in het ziekenhuis. En Niels was even thuis bij de kindjes. En nu ben ik fruithapje aan het geven aan de kinderen. Ze krijgen peer met aardbeidjes. En een cookie. En ja, dat allemaal. Dus ja. Ja. Niels heeft gisteren een grote pestbende gemaakt van mijn huis. Want hij gaat morgen een gat maken voor een vaste trap naar de zolder. En ja, daar moesten wat dingetjes voor gedaan en geregeld worden. En dat heeft hij gisteravond even gedaan. Dus ja, ik kan daar weer alles een beetje netjes gaan zetten hier. Hij vindt hartstikke lekker en Jordi ook. Hier is al iemand wakker. En hij is goed aan het oefenen. Hè? Je bent goed aan het oefenen, hè? Eva. Ben je aan het doen? Jordi slaapt nog, maar die had een beetje moeite om te gaan slapen. Ik weet niet wat dat kind heeft, maar goed. Ja, jij wel, hè? Jij ging gelijk slapen. Daarom ben je nu ook alweer wakker. Koekoek. Hallo. Nee, ik ga het niet pakken. Dadelijk is hij kapot. Mama. Ja, ik zou er ook schijt aan hebben. Dat is een mobiel. Ja. Oké. Dan krijg ze even de volle aandacht. Oh, lief joefie. Oh, wat ben je lief. Oh, zo lieve joefie. Oh, wat ben je lief. Oh, zo lief. Oh, wat is zo lief. Oh, joefie is zo lief. Als je slaapt. Inmiddels is Niels alweer thuis en die is nu lekker de kindjes eten aan het geven. En ik ga heel eventjes naar de winkel toe. Want ik wil erwtensoep maken. Nou was ik straks al heel eventjes bij de winkel geweest. Maar die winkel had niet alles wat ik moest hebben. Dus, want ik heb wel een specifiek recept voor erwtensoep. Namelijk zoals mijn opa die vroeger altijd maakte. En mijn moeder maakt die tegenwoordig dan ook zo. En ja, in ieder geval, het is een recept op familie, zeg maar. En ja, dat wil ik dus gaan maken. Maar... ik wil dat dus gaan maken en ja, daar moet je natuurlijk wel spullen voor hebben. Dus die ga ik halen. Ik ben hier dingetjes aan het opruimen en aan het doen, maar eerst ga ik eventjes aan mijn erwtensoep beginnen. Ik ga alles snijden, de prei, de knolselderij en wat er allemaal in moet. En dat ga ik allemaal vast klaarzetten, zodat het dadelijk de hele nacht kan wellen en morgenochtend... dat ik alles aan kan zetten en dat we einde van de middag, avondeten, dat we heerlijke erwtensoep hebben. Ik heb er zin in. En dan uiteindelijk zit alles in de pannen. Je kan het lekker intrekken. En dan morgenochtend, zodra ik opsta, aanzetten en dan lekker heel de dag pruttelen. Een hele goede morgen. Jullie denken vast en zeker, Mandy, een bril? Ja, dat klopt. Ik draag eigenlijk een bril, maar ik ben altijd eigenwijs. Maar ja, Nielsje is al boven van alles aan het doen. Ik heb mijn echte soep al klaargezet, aangezet. Ik heb er een pannetje extra bij gedaan.
En laat maar eerst lekker gaan koken. Ik ga ondertussen de flesjes maken voor de kindjes. En zo dadelijk komt een vriend van Niels, die komt daar helpen. En straks komt ook nog een andere vriend van ons. En ja, ik ga nu eerst een flesje voor de kindjes maken. Nou, ze zijn hier druk bezig. Kindjes die trekken het allemaal gewoon goed op dit moment. En ja, het komt wel goed. Het gat zit erin. De erwtensoep is klaar. Ik zal heel even gauw laten zien. Let niet op de puinzooi, want dan moet ik nog heel even zo dadelijk opruimen. Dit is allemaal voor de vriezer. En dit is wat ik in de pan nog heb. Het is weer lekker. Kindjes hebben het super gedaan. Het gat in het plafond voor de nieuwe trap laat ik morgen zien. En ik ga nu even verder hier en ik zie jullie morgen weer. Want ja, ik moet gewoon eventjes door. Een hele goede middag. Jordi die ligt net al lekker op bed te slapen. Liam krijgt nu een flesje. Die had ook nog even geslapen, maar die gaat zo dadelijk als goed weer naar bed. En Niels die is op dit moment eventjes voor mij naar de winkel. Ik had nog luiers nodig, dat soort dingen. En die gaat Niels even halen. En wat boodschapjes voor de komende paar dagen. En ik doe even Liam. En ja, we gaan het zien hoe de dag verder loopt. Joef, hou daar eens mee op. Dus ik ga eventjes verder Liam de fles geven. We zijn druk bezig geweest alweer. Alhoewel ik zelf vanochtend niet veel heb gedaan. Niels heeft merendeel gedaan. Gelukkig. En ja, we gaan het gewoon zien. Maar voor nu eerst even dit ventje zijn flesje naar binnen krijgen. Hij heeft allemaal rode wangetjes. Ik denk dat er een tandje door gaat komen. Maar ja, we gaan het zien. Vandaag heb ik niet zoveel behoefte gehad om te vloggen. Ik had boven gepoetst. Ik heb van alles gedaan. En ik lijk me niet vooruit te komen vandaag. Het gat is weer dicht. Ja, dat had ik gefilmd. Zoals jullie dat zagen. Niels heeft een plank over het gat heen gedaan, zodat het niet te koud doorheen komt en alles. Ja, zoveel mogelijk. Ja, dus dat heeft hij allemaal weer netjes gedaan en ik heb boven vandaag gepoetst. En de lamp weer een beetje provisorisch. Ja, maar dat is tijdelijk. Dat is tijdelijk. Dat ze in ieder geval weer licht hebben. Ja. Dus ja, dat ik ben nou hier nog bezig en ik moet zo nog even eten en de kindjes liggen al op bed en ja. De vuilnisman moet nog komen. Niels die moet nog even vuilnis wegbrengen. Maar ik heb vandaag gewoon echt niet de behoefte gehad om mijn camera erbij te pakken en zo. We hebben wel gekroeld en zo alles met de kindjes. En geknuffeld en gespeeld en gedaan. Maar ja. En ik heb nou ook niet veel zin meer om nog echt te vloggen. Dus we gaan deze ups en down ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Een hele goede netmiddag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down.
Ik heb gisteravond besloten dat er vandaag geen Ups & Downs online komt. Ik ben een beetje aan het overlopen met alles. Ik wil het allemaal schoon en netjes hebben. En ja, na afgelopen weekend. Het loopt niet allemaal van een leien dakje. Zowel lichamelijk niet als hier niet. Dus ja, ik wil meer dan dat mijn lichaam aan kan. Dus ik moet eventjes een beetje rustiger aan gaan doen of zo. Ja, dat. Om in ieder geval gezond te blijven voor de baby die in mijn buik zit en voor de kindjes. Voor nu krijgt Jordi lekker zijn flesje en gaat zo dadelijk naar bed. Liam die ligt al eventjes te slapen in zijn box. Die wordt hartstikke moe en die kon zijn ogen nog niet eens meer open houden. Dus ja, prima. Dat kan. Ik heb net nog even de gang gepoetst. Ik moet alleen daar nog even stofzuigen en dweilen en dan is alles daar weer schoon. Ik ben ondertussen ook in de woonkamer bezig. Boven is alles al gelukkig gepoetst. Dat heb ik gisteren al gedaan. Dus dat hoef ik allemaal niet te doen. Maar ja, hier beneden moet ik wel eventjes het een en ander nog doen. En dan ga ik zo doen als Jordi op bed ligt. Dus ik weet ook niet wat ik allemaal film vandaag. Want ik ben een beetje moe en ik heb even niet zoveel behoefte om echt te filmen op dit moment. Maar zodra ik iets wil filmen, dan film ik het gewoon. En ik leg later ook wel uit hoe het precies zit. Als je ons al langer volgt, dan weet je dat ik lichamelijke problemen heb. En in ieder geval, ik leg later uit, want meneer is al klaar. Zo, ik heb hier in zoverre alles afgedaan en alles. Er zijn een aantal dingetjes die ik nog moet doen. Maar ik ben kapot. Ik heb echt zoveel gedaan vandaag. En dan ook nog de kindjes verzorgd en alles wat ze nodig hadden. Ik hoef daar alleen nog maar na het eten even de stofzuiging te dweilen en dan ben ik klaar. Voor vandaag. Jordi die was zijn broek zat, dus die heeft hij maar uitgetrokken. Die ligt hier. Daar. Die zit nou ook tablet te kijken. Liam, die is lekker de boel op stelt aan het zetten. Wat ik eventjes nog wou zeggen was, voor de mensen die ons langer volgen, die weten dat ik in de zwangerschap van Liam op een gegeven moment gewoon ook helemaal op was, maar dat was echt op het einde. En nu ben ik gewoon echt op omdat we zo druk weekend hebben gehad en ja, ik gewoon continu de benen om mijn kont uit aan het rennen ben. Jordi die is het er ergens niet mee eens, maar daar heb ik even schijt aan. Maar toen ik nog niet zwanger was van de derde, toen kon ik gewoon mijn pijnstilling nog pakken. En dat was ook voordat ik zwanger was van Liam en dat was ook voordat ik zwanger was van Jordi. Ik heb namelijk spierweken delenreuma. Dat betekent genaamd fibromyalgie. Dat betekent eigenlijk, om het even heel stom te zeggen, ik ben eigenlijk continu een marathon aan het rennen met mijn spieren. Dus ik heb continu eigenlijk spierpijn. En dan voornamelijk op alle aanhechtingen. En normaal kan ik dat onderdrukken, doe je het niet. De pijn verzachten door middel van pijnstilling. En paracetamol bijvoorbeeld, dat werkt wel, maar niet lang genoeg. Dus ik heb andere pijnstilling daarvoor. En die slik ik dus normaal, maar die mag je niet slikken als je zwanger bent. En die pijn begint een beetje nu de boventoon te voeren. Ik kan heel veel hebben. Ik heb een vrij hoge pijngrens. Maar het begint me een beetje op te breken. Dus ik moet gewoon heel even een stapje terug doen. Maar ik heb nu alles in zoverre gepoetst. Ik hoef het daar van de week alleen nog maar bij te werken. En eventjes een paar kleine extra dingetjes te doen. Dus ik kan van de week gewoon lekker mijn rust nog nemen en alles. Dus dat is allemaal het ding niet. Maar ja, daarom moet ik kiezen soms tussen wel uploaden, niet uploaden. En dan doe ik liever niet uploaden en later alles bij elkaar zetten of hoe je het ook wil noemen. Voor de mensen die ons nog niet zo lang volgen. Onderaan in de beschrijving staat een linkje naar onze Instagram pagina.
En daar plaats ik sowieso op wanneer iets niet online komt. Ik vergeet nog wel eens erop te zetten dat iets online is. Maar in principe plaats ik sowieso altijd wel iets als iets niet online komt. Dus sowieso word je daar op de hoogte gehouden. Dus als je een video niet ziet of zo, of wat dan ook, kijk dan heel eventjes op dat linkje. En dan kun je zien, want meestal weet ik dat de dag van tevoren of dezelfde dag, weet ik dat gewoon. Dus ja. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje wat ik wou vertellen. Ik ga heel eventjes zitten. Of ik zit al, maar ik ga heel eventjes pauze nemen voor mezelf een paar minuutjes. En dan ga ik eten malen voor Liam en voor Jordi. En het eten voor mij en Niels ook warm maken. In ieder geval alles gewoon klaarzetten dat we kunnen eten. Dus, maar goed, ik ga heel eventjes op de kleine letten, want die is ook weer de boel op stelt aan het zetten. En dan, ja. Dat dus. Oh, vanavond heb ik trouwens wel iets leuks voor mezelf. Dan komt mijn kroegmammatje, Mamsie, die komt en dan ga ik haar nageltjes doen. Dat is voor mij toch enige vorm van ontspanning. Dus daar, ja, dat vind ik gewoon gezellig en ik doe alleen haar nagels. Ik doe dat gewoon omdat ik dat leuk vind. Je ligt even met Joef op de bank. Hallo. Joef. Zie je? Ik lig hier op de bank. Ze is klaar met de nagels. Maar weer goed gelukt. Alleen dan ben ik vergeten te filmen. Sorry. Ja, we gaan nog even tv kijken en dan gaan we daar een keer naar bed. Yes. Lekker slaapje doen. Ze is nog aan het bijkomen van de stress van het weekend. Sorry. Ja, jij geeft mij stress in mijn leven. Ja, ik denk, als we het nou gelijk doen, dan kan ze er niet zo lang over piekeren. Dus dat, wat moet ik zeggen, dat bespaart weer stress. Och jongen, flikker toch op. Ja, want als ik gezegd dat over 3 weken gaan we dat doen, dan zit ik 3 weken lang met van, ja, dat gaan we niet doen. En stop er maar allemaal mee. En nou kunnen we niet meer terug. Dan zit er een gat in het plafond, zal toch iets mee moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, de ene weg opent weer een andere. Nee. Eerst dit afmaken. Ja, maar door de trap gaan we toch weer verder. Ja, Niels. Ja. We zullen nog wel vaker discussies opleveren. We hebben vaker discussies, ja. Mm-hmm. Of ja, discussies. Zij zegt wat en ik moet luisteren. Maar... en wat doe jij meestal? Precies. Maar wij gaan nog even verder tv kijken en dan gaan we daar naar bed. Alvast wat rusten. Alvast wat rusten. Een hele goede morgen. Vanochtend om 7:00 was Jordi al lekker vrolijk wakker. En hij heeft eigenlijk de hele tijd gespeeld. En ineens is het stil. Dus ik denk, hè? Ik ga eens kijken. Ligt hij daar? Ligt hij in zijn tentje, ligt hij te slapen. Oh. En hij moet dadelijk aan de gang, want de visio komt zo. Dus ik laat hem nog heel eventjes, een paar minuutjes even slapen. En dan maak ik hem wakker. Ik hoop dat hij vrolijk is dan. In ieder geval, de visio weet er wel al van. Want ik had ze een berichtje gestuurd. Ik heb een probleem. Ik maak hem zo wakker. Ik laat hem even een powernappie doen. En hier deze kleine vent. Die ligt ook lekker in de box te spelen, hè? Ja. Jij ligt ook lekker. Ja. Maar ja, ik ga heel eventjes een Bertje Hendricks aan doen. BH. En mijn haar heel even doen. En dan
komt ze er zo aan. Ik heb hem wakker gekregen hoor. Ach joh, hij is wel vrolijk wakker geworden, dus dat is dan weer een goed teken. Het fruitje zit er weer op. Ik heb eventjes Liam aangekleed, andere kleedjes aan, want... Want meneer die had er zin in. En Jordi die is heel eventjes aan het uitbuiken nog. En juffrouw is aan het kijken. Dus ja, Liam die kan niet zo goed blijven zitten nog. Die heeft daar geen geduld voor. Die wil blijven bewegen. Dus vandaar dat hij in zijn loopwagentje zit. Jordi heeft net zijn flesje op. En hij moet naar bedje toe. Maar hij had weer gepoept en hij heeft een slappe lach. Ja. We hebben net lekker gegeten met z'n allen. Liam is mama aan het terroriseren, maar papa heeft mama beschermd. Ik heb een barricade gemaakt. Mama, sta je nou veilig? Veiliger als net. Je hoeft niet te blaffen. Dus Liam is aan het kijken hoe die er nou doorheen gaat komen. Moet je ook even vertellen wat we gegeten hebben? We hebben lekker wortelstamp gegeten met rookworst en filetlapje. Oh, dat was het commentaar van Jordi. En we hebben lekker nog vla gehad, dus we zijn weer goed verwend. Nou zijn we aan het wachten op de persconferentie. Toch mama? Ja, kijken hoeveel we weer niet meer mogen. Ja. En ja, laten we de avond gewoon een beetje rustig voorbij gaan. De kindjes slapen eindelijk. We hebben werk gehad met Jordi en die maakte Liam weer wakker. Dus ik had een reactie. Dat is balen. Maar te slapen eindelijk. Dat betekent dat wij ook gaan slapen. Dat betekent ook. Wat? Dat betekent ook dat we deze keer deze vlog echt gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Welterusten. Welterusten.